De wereldeconomie heeft de coronacrisis al bij al goed verwerkt. In het eurogebied duurt het herstel wat langer, maar de tweede en derde coronagolf hebben de economie niet al te veel uit koers geslagen. Gezinnen en bedrijven hebben tot op zekere hoogte leren leven met de beperkende maatregelen. In België werden de nog bestaande maatregelen, zoals voor de events of de horeca, geleidelijk versoepeld dankzij de vooruitgang in de vaccinatiecampagne. Dit geeft een belangrijke boost aan het vertrouwen. Volgens onze ramingen zou het herstel verder aan kracht winnen in de loop van dit jaar, vooral vanaf de zomer, en groeit de economie op jaarbasis met 5,5%. Daardoor komt het BBP eind 2021 alweer terug op het niveau van voor de crisis, waarna het groeiritme geleidelijk normaliseert. Dit betekent een opwaartse herziening van onze ramingen in vergelijking met de najaarsprognoses, precies omdat die medische oplossing voor COVID-19 er nu wat eerder lijkt te komen dan toen nog moest worden aangenomen. Het herstel van de economie wordt voornamelijk gedragen door de binnenlandse vraag. De bedrijfsinvesteringen werden nog sterk getroffen tijdens de eerste lockdown, maar zijn daarna al fors hersteld. Eind 2020 lagen ze alweer bijna terug op het niveau van voor de crisis. Het feit dat de bedrijven zijn blijven investeren, vaak in digitalisering, vormt een belangrijke verklaring voor het vroeger dan verwachte herstel. De gezinsconsumptie hinkt nu nog wat achterop, maar zal de belangrijkste motor worden voor het verdere herstel. Mensen zullen weer meer gaan consumeren en minder sparen dan vorig jaar. Belangrijk daarbij is het feit dat de arbeidsmarkt heel robuust bleef. De werkloosheid is amper gestegen en het merendeel van de tijdelijke werklozen wordt verwacht terug te kunnen keren naar een oude job of een nieuwe job te vinden na het aflopen van de beschermingsmaatregelen. Sterker nog, op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt heerst er alweer krapte en hebben werkgevers de grootste moeite om vacatures in te vullen. De heropleving van de economie zorgt wel voor een tijdelijk opwaartse prijsdruk. Bedrijven worden bijvoorbeeld geconfronteerd met stijgende grondstoffenprijzen en zullen die deels gaan doorrekenen aan de consument. Sectoren zoals de horeca, die lang moesten gesloten blijven en nog steeds geconfronteerd worden met capaciteitsbeperkingen, zullen allicht ook hun prijzen verhogen. De inflatie loopt dan ook wat op. Het begrotingstekort wordt, na de zelden geziene piek van vorig jaar, ook in 2021 nog opgedreven door de steunmaatregelen. Maar zelfs na het geleidelijk uitoven daarvan vanaf het einde van het jaar, blijft het tekort onhoudbaar hoog, op 4,5% BBP bij ongewijzigd beleid. De overheidsschuld bevindt zich eind 2023 op een stijgend traject. Besparingen komen dus best wat hoger op de beleidsagenda. Samen met structurele hervormingen, bijvoorbeeld om de werking van de arbeidsmarkt verder te verbeteren.